aandacht pakken. Dus om te beginnen wel weer danken de mensen, de instanties die ons steunen. En in de eerste plaats de provincie Limburg, de gemeente Houten-Houten, de stad Peer, de tiende tactische ring van Kleine-Vogel, waarom we het schiervaart hier gesorteerd. De mensen van Pampa, voor alle steun die op eigen al is het naar de weg is trotspuilen wegens het stof. Enzovoort. Dus dan bij ook de brandweer van Genk. En die heeft ook een kazerne in Houten-Houten, dus dat valt wel mee. Verder, uiteraard, onze hartelijke dank naar alle piloten die meegedaan hebben, die zich de moeite gevoeld hebben om te beginnen naar Herfst te komen, hun toestellen mee te brengen en hier wat mooie vluchtjes te maken. Verder moet ik ook speciaal bedanken de jury die de moeilijke taak had om de trofeeën toe te wijzen. Dan hebben we het over Arthur Duchester, voorzitter van VNL, de Vlaamse Vereniging voor Modelfigthers, Erik Speens, Freddy Boerda en Evert Schepkema. Dank u wel daarvoor, want het was moeilijk, hè? Zoals elk jaar. Goed zo. Oké, verder danken wij al onze sponsors van Houten-Houten. Alle toeschouwers, uiteraard, want wij hebben niks aan de show als er geen toeschouwers zijn. En verder, laat het nog eens, alle leden van PNL. Hun familie en iedereen die ons komen helpen, gratis en voor niks, want anders is dit evenement gewoon niet mogelijk. Oké, dan gaan we nu over naar de prijsuitreiking en dan moet ik de heer Van Dingenen van de provincie even naar voren roepen. Stijn Van Dingenen is van de sportdienst van de provincie Limburg, is ook gemeente aansluit in Helzaal, denk ik. Dus Stijn zal even de prijs uitwerken. Ik moet nog één ding zeggen. Het heeft niet veel geschreven, vooral geen afvang meer. En met vergunningen enzovoort, dankzij alle steun die we gekregen hebben, zowel van de gemeente als van de militairen, als van de provincie eigenlijk, is onze vergunning verlengd voor de komende 20 jaar. Dus we kunnen weer een beetje verder. Goed, Stijn gaat dan beginnen met de trofeeën van de provincie en van de gemeente Houten-Houten. De jury had het probleem na de scores te maken dat een aantal mensen buiten de grote prijzen bezig, maar toch gaat die prijs uitdelen. Dus de eerste trofee van de gemeente Houten-Houten gaat naar Geert van de Vogel met zijn F-16. Geert van de Vogel. Geert van de Vogel met F-16. En hij komt eraan gesteld. Hij is er wel niet op gekleed, maar goed. Alleen geen noodpas. De jury wilde er wel eens in de schaal. Ik wil hem een goede moord. Dan, hij kijkt ook hierbij. Van de tweede trofee van de gemeente Houten-Houten gaat naar de voetbalmagister van Ernest Matiusi. Die in de Franse kleuren, Ernest Matiusi. In de politie. Ernest? Ja. Gaat een beetje naar een pechvogel. De voetbalmagister van Jozef Broyer. En toen begon de jury moest tegen, maar zeer mooi staan. Dat is voor de jury. Pechvogel staan. Voor die prijs gaat naar Luxemburg, denk ik. Duitsland. Ja, hij moet in Duitsland, maar niet meer van Luxemburg. Goed, dan gaan we nu naar de andere trofeeën. Het grootste model, links model. En dan is hij Loos, gaat naar de Airbus, hier op de regio van Andy Johnson. Andy Johnson, hij heeft deze huidige bedrijf
Then the cut from the best turbine goes to the F-86 style from Gerd Kovacs. He is building his own engines. So Gerd Kovacs, beste turbine. Die is naar huis gekomen, maar we zullen naar de prijs naast nemen. Ik heb het zeer aangepakt. Van de beste demo, de beste demonstratie. De PC A20, dat is duo, Jean-Lobé, Lucien Gérard. Dat ik heb de informatie gehoord met PC21, maar ik slaap met de handen om het beste te onderbrengen. Van het beste burgermodel. En nu moet ik even spieken. Ja, de Viper zit dus inderdaad het burgermodel. Ga naar de Viper van Erik Vos. Erik Vos. Erik Vos, beste burgermodel. Die is op de kampen. Erik, als je nog komt, dan krijg je een goede spelen om dan sturen we hem aan. Erik is op komst. Goed, man. We gaan hier een eentje wachten. Ja, hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij is ook niet opgekleed. Hij is ook opgekleed. Dit is jullie, en die zijn de sleutel. Van het beste militair model, beste militair model, de mensen met zo'n export op haar zoveel. Beste militair model. Naar de beste turbo op, die gaat naar de Tucano van Michel Schepens. Michel Schepens. Voor de beste turbo op. Michel is niet aanwezig, op een of andere rekening is hij aan het bezit. De beste Erik. Beste Erik gaat naar de bel jullie van Ed Hagenaar. Ed Hagenaas, niet in de tent, we gaan op de boel aanvallen. Oké, dan gaan we nu naar 4. Ja, andere categorieën, zeg maar. De eerste daarvan, de ongelukkigste piloot, de most unlucky pilot, Mark Burney. Johan Roste, kwart, Johan is uit het bestond. The best quality piloot, the pilot that travels the longest distance.
participate here. It was a whole bus, but it's for Andy Johnson, who is coming especially from Liverpool, with all his friends and his crew. Andy, you were well, the long resistance, we know it was possible on the Andy Johnson. Thank you. Eddie! Please, please, please! Let's say what we have to do. So, that's why the special plan is that we're going to have a good price and a bad price for both in the balance of the jury of what we have to do here and in the model. Kijk maar een presentatie voor het toestel. De vijfde plaats is voor de Fox Zweven van Bert de Lager. Oh, hij is ook wel. Eddie, als je bent, beste heren, voor je wel jullie. Ik heb mijn hoofd. Thank you and have a nice good hope.